de call of we dat insourcen of juist outsourcen. Dus insourcen is een flexibele schil in huis halen van experts. Outsourcen is het echt buiten de banken neerleggen. En in die zin hebben we eigenlijk een hybride model. Strakke, hele strak geregistreerde cel met mensen die die kerncompetenties in huis hebben. Kijken welke flexibele schil we in huis nodig hebben om bepaalde efforts of een bepaalde ontwikkelslagen te doen. En wat zijn werkzaamheden die we beter buiten kunnen doen, omdat ze of niet tot een kerncompetentie horen, of omdat er zo verschrikkelijk veel ontwikkelingen op zitten, dat we het überhaupt buiten moeten doen, omdat het onmogelijk is om dat van binnen bij te halen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, Marketing as a Service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered bij Hello Maas en Frank Watching. Hello Maas is hiring. Vind je mensen en marketing leuk? Ben je tech curious? Heb je zin in een early stage startup? Bouw dan samen met ons aan de future of work in marketing. Hallo en wederom een echte Hello Master vandaag in de studio, in de virtuele studio bij Hello Maas. Vandaag praten we met Dorcas Koenen, de Chief Marketing Officer bij Rabobank. Welkom Dorcas. Welkom, dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent echt een doorgewinterde marketeer. Nu inmiddels ruim 5 jaar Chief Marketing Officer of Executive Vice President bij Rabobank. Je bent 25 jaar geleden gestart bij het ministerie van Algemene Zaken. En vanuit daar ben je naar het bedrijfsleven doorgestapt in allerlei verschillende marketingrollen. Progressief, steeds meer senior. Bij Libertel de overstap gemaakt, wat nu natuurlijk Vodafone Ziggo is. We hadden trouwens 2 weken geleden de andere Hello Master, de Chief Commercial Officer, Marcel de Groot van Vodafone Ziggo bij Hello Maas. Vanuit daar ben je de energiesector ook ingestapt. Hè? Je bent bij Ascent 7 jaar CMO geweest. Dus een mooie progressieve marketingcarrière in de energie- en de bancaire sector. Waarom heb je voor deze sectoren gekozen? Ja, dat is een mooie vraag. Het ministerie van Algemene Zaken was overigens de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat vind ik altijd nog wel leuk om te zeggen. Ik ben mijn carrière eigenlijk begonnen als woordvoerder. Vervolgens eigenlijk een beetje in de dienstensector terechtgekomen. En ik vind dat marketing van diensten, service marketing, dat is toch wel een aparte stijl. En ik vind het eigenlijk leuk om intussen te kunnen zeggen dat ik alle, relevante dienstverlenende sectoren als marketing gezien heb. Telecommunicatie, energie en financiële dienstverlening. In de breedte al eerder bij Fortis en nu dus bij Rabobank. Ja, hartstikke leuk. Hey, en waarom doe je wat je doet? Wat is jouw passie? Wat drijft jouw day-to-day? Nou, ik doe wat ik doe en ik doe inderdaad al 25 jaar marketing, omdat ik dat vak gewoon heel erg leuk vind. En omdat ik toch ook een beetje de persoonlijke missie heb om marketing in organisaties te positioneren op het juiste niveau. Als een integrale bedrijfsfunctie die eigenlijk meesturing geeft aan de manier waarop de organisatie klant, markt en business inzichten vertaald in nieuwe waardeproposities. En dat is ook wel een beetje mijn eigen persoonlijke, zou je kunnen zeggen, kruistocht. En dat is een van de redenen waarom ik dit nog steeds doe. Omdat ik ook echt denk dat het dat de meest reële en ook de beste rol is voor marketing in organisaties. En daarin ben ik denk ik niet nieuw of zo. Dat is in 1970 volgens mij al een keer opgeschreven door Philip Kotler. Dat is een beetje natuurlijk ons aller marketing, de principles of marketing. En ik vind het gewoon leuk om te kijken of het me lukt in mijn loopbaan om die principles of marketing in de praktijk te kunnen uitvoeren. Ja, super. Nou, daar wil ik later ook wat dieper op induiken. Want inderdaad, toen wij natuurlijk onze carrière startten, toen was marketing nog echt heel iets anders dan nu. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jij door die transitie in het marketinglandschap jezelf hebt gegroeid. En natuurlijk ook je teams. Maar daar gaan we straks even op doorpakken. Wat ik heel leuk vond in de voorbereiding van onze opname is dat ik las dat jij een enorme fietstocht hebt gemaakt van Nederland naar Italië deze zomer. Vertel eens eventjes, wat heeft het je gebracht, die fietstocht? Nou, dat was een leuke vraag. Het was een solo fietstocht. Ik heb het alleen gedaan. Het was bijna 2300 kilometer. Dus we even een toeristische route naar Rome. Dat heeft me eigenlijk 3 dingen gebracht. Toch ook weer een groot stuk optimisme. Het is heel leuk om doelen te stellen en daar aan te komen. Dat is denk ik vanuit marketingoptiek ook iedere keer belangrijk om te brengen in organisaties optimisme. Een stukje zelfrelativering.
Ja. Dat is ook wel eens goed op zijn tijd om toch eens een keer ook wat kritisch naar jezelf te kijken. En ook jezelf op momentjes eens tegen te komen. Te kijken, hoe ga je daarmee om? Hoe verwerk je echt tegenslag als je er helemaal alleen voor staat? Mm-hmm. En toch ook wel liefde voor het vak. Het is eigenlijk heel leuk om op weg naar Rome allerlei kleine en grote triggers tegen te komen. Die mij iets zeiden over, verdomme, dat is eigenlijk ook een marketingding. En daar zou ik vanuit marketingperspectief een leuk verhaal over kunnen schrijven. Dat ben ik overigens ook aan het doen. Ik werk momenteel aan een klein boekje. Dat heet Bergen liegen niet. En dat gaat eigenlijk over de management- en marketinglessen die ik tegenkwam. Op een solo fietstocht door de Alpen, door de Mieten, de Appenijnen en uiteindelijk ook Toscane. Ja, super zeg. En dat was een echte fiets, hè? Geen e-bike? Nee, het was geen e-bike. Wel, een van de voorspellingen die ik doe aan een van de fietstocht is dat de e-bike is wat mij betreft een van de innovaties van dit decennium. Maar ik ben gewoon op manuele spierkrachten naar Rome gereden. Ja, oké, top. Hey, en heb je toen je uit die fietstocht kwam, hè, misschien ook een tipje in het sluiven wat je in je boek adresseert, heb je iets anders aangepakt toen je weer terugkwam bij Rabobank na je fietstocht, wat je, als je die fietstocht niet had gedaan, niet had opgepakt? Zeker, met name door, Louise, denk ik heel leuk om te zeggen, met veel minder te vertrekken dan je oorspronkelijk zou doen. Dat geldt natuurlijk ook voor heel veel ambities, projecten, programma's. Die je met te veel aspecten vollaat voordat je eigenlijk vertrekt. Waardoor het bereiken van het doel steeds moeilijker wordt. Dus ik ben sinds ik terug ben uit Rome veel kiener op echt nodig. Om in dit project of in deze markt ons doel te bereiken. En wat is eigenlijk allemaal overbodige ballast die we for whatever reason meenemen. Maar niet, die ons niet gaan helpen om het doel te halen. En dat is iets wat je op een fiets naar Rome enorm goed leert. Ik vertel wel eens aan mijn marketeers dat ik van de 24 dagen, ik denk zo'n 15 dagen op het bed, al mijn spullen heb uitgestald. En iedere keer weer gekeken van wat heb ik nou eigenlijk echt niet nodig? En drie keer ben ik langs een DHL-punt gereden om extra spullen terug naar huis te sturen. Omdat die toch uiteindelijk gewoon niet noodzakelijk doen om het doel te halen. En in managementtermen heet dat dan scope creep, hè? Dingen die je alsmaar erbij laat. Omdat er toevallig toch iemand vertrekt met een project. En daar ben ik wel heel keen op geworden om dat soort dingen juist weg te houden. Om ervoor te zorgen dat iemand zijn doel ook kan bereiken. En niet wordt volgeladen met allemaal overbodige ballast. Die of afleidt of te veel kruim kost. Waardoor het project vertraagt of uiteindelijk misschien nooit zijn eind gaat halen. Ja, helder. Ik wil wat dieper ingaan op de rol van marketing binnen jullie organisatie. Ja. En dus als we even op strategische oogpunt kijken. We hebben met meer marketeers bij financiële organisaties ook in Hello Masters gezeten. Onder van Triodos Bank bijvoorbeeld. Maar ik heb zelf als marketing executive van JP Morgan in New York gewerkt. En heel erg gekeken van wat is de marketingfunctie daarbinnen. Hè? De rol van PR, maar ook credit cards bijvoorbeeld een heel groot ding. Retail banking, maar ook natuurlijk institutional en investment banking. Dat is natuurlijk een heel breed portfolio wat daar neer wordt gezet. En marketing speelt eigenlijk een hele andere rol, afhankelijk van of je met wholesale of met retail te maken hebt. Kun je iets meer vertellen over hoe jouw functie zeg maar verankerd is bijvoorbeeld in de board en in de top van de organisatie? Ja, dat is altijd een mooie vraag natuurlijk. Hè? Marketeers toch blijkbaar leiden aan een Calimero-complex dat ze onvoldoende vertegenwoordigd zouden zijn in de boardroom. Mijn eigen ervaring is altijd zodra marketeers in staat zijn om intern de relevante taal te praten, hè, en dus ook met name de verbinding te maken met financiële impact en ook echt daadwerkelijke bewegingen in de P&L, dan is een plek in de boardroom of op senior executive niveau eigenlijk helemaal geen issue. Als CMO ben ik lid van het managementteam voor Nederland, dus de grote retailbank voor particuliere bedrijven en ook voor private banking. Mm-hmm. Dus binnen Rabo is dat denk ik goed verankerd. Mm-hmm. En ik zie marketing binnen Rabo eigenlijk als een integrale bedrijfsfunctie. Die eigenlijk klant, markt en business inzichten op de meest effectieve en efficiënte manier moet verbinden om op die relevante momenten voor de bank en de klant en eigenlijk ook steeds meer voor de maatschappij de juiste waarde te creëren. Ik denk dat dat wel een van de grote dingen is die we binnen Rabobank specifiek anders doen op grote schaal dan veel andere grote organisaties. Dat we zowel klantbelang, het bankbelang natuurlijk, hè, want uiteindelijk doen we het ook om ervoor te zorgen dat Rabo duurzaam kan blijven bestaan. En ook het belang van de maatschappij meewegen in dat wat we doen.
En daarbij, en dat heb ik op andere plekken ook gezegd, vind ik er een groot verschil. De marketeers zijn van oudsher getraind om te kijken naar klantbehoeften. Dus dat wat een klant eigenlijk zelf wil. En kijken of je die behoeften zo goed mogelijk kan invullen. En ik vind dat het steeds belangrijker wordt voor marketeers om ook te kunnen kijken naar klantbelang. En klantbelang is niet noodzakelijkerwijs zijn of haar behoeften op de korte termijn. Dus dat is hoe ik marketing binnen Rabobank aanstuur. Ja. Steeds meer te kijken naar het klantbelang. Omdat het klantbelang ook specifiek zorgt voor de verankering met de maatschappelijke context waarin we als Rabobank binnen Nederland in dit geval specifiek leven. En daar hebben we natuurlijk als coöperatieve bank ook een groot hart voor. Ja, ja, ja. Nee, dat klinkt heel logisch. En opereert jouw afdeling of jouw team eigenlijk als een soort van competentiecentrum over al die verschillende afdelingen heen? Of heb je ook marketeers in de bepaalde specifieke segmenten? Dus bijvoorbeeld een heel marketingteam alleen binnen private banking of binnen retail. Kun je iets vertellen over je organizing principle? Nee, organizing principle is dat wij cross-functionele afdelingen zijn. Dus wij stellen eigenlijk onze expertise beschikbaar aan de... In dit geval bij ons heet dat de tribes, hè, dus de producten of de klantkolommen. In dit geval de tribes of segmenten. Waarbij we er vanuit marketing op letten dat de manier waarop marketing bedreven wordt, dat dat door de hele bank, de way of working, dat dat door de hele bank hetzelfde is. En dat het door de hele bank dat ook vanuit een integrale functie wordt bekeken. Hè, dat het bedrijfsfunctie perspectief, het leidende perspectief is. In totaal zijn er iets van 11 of 12 teams die... verspreid door de hele bank, zeg maar, acteren. En die zijn een functionele verankering hebben in de, zoals ik maar even noem, wat men vaak al zegt, in de business. Ik vind ook marketing is ook business, maar laat dat even gezegd zijn. 11 of 12 in de business verankerd zijn. En die teams die zijn verdeeld in een segmentteam particulieren, waar ook private banking bij hoort, en een segmentteam bedrijven, waardoor ik ervoor zorg dat niet alleen de product of de diensten als dominant is, maar dat ook altijd het doelgroepdenken daarin verankerd is. En die twee grote segmentteams, zeg maar, waar die andere teams eronder zitten, die worden ondersteund door een development en expert functie, die eigenlijk drie dingen doet. Die bouwt continu door aan de Digital Marketing Foundation, inclusief de verankering met data, AI enzovoort, zodat de infrastructuur die we daar gebruiken, dat die echt top-notch is. Die zorgen voor de verbinding met corporate communicatie. Het gaat om activatie van het merk. En belangrijk, denk ik, een van de unieke dingen die wij als Rabobank hebben, daar ben ik wel heel trots op ook, is daar zit onze eigen Rabobank Marketing Academy. Dus we hebben een eigen opleidingsinstituut intern, waarmee wij onze eigen marketeers, maar ook bijvoorbeeld managers, en binnenkort waarschijnlijk ook mensen binnen operations, gaan trainen in het hebben van marketingcompetenties. Omdat mijn geloof wel is, daarom zijn wij als chapter marketing ook cross-functioneel georganiseerd, dat marketingbedrijven is geen mandaat van alleen de afdeling marketing. Eigenlijk zou de hele organisatie aan marketing moeten doen. En moet de afdeling marketing, of in dit geval heet dat bij ons de chapter marketing, moet dat regisseren. En ja, ik heb dus eigenlijk nog ergens wel een ambitie om van iedereen in de Rabobank een beetje een marketeer te maken. En vandaar ook onze eigen academy, waarin wij, nou, ik denk toch al 1000 man of zo binnen Rabo hebben getraind. En ik denk dat we aan het eind van 2022 misschien op 6.000 of 7.000 zitten. Ja, ja, wauw. En interessant ook wat je aanstipt over cross-functioneel werken. Want je ziet natuurlijk dat de rol van marketing ook in sommige organisaties heel breed ingezet gaat worden. Hè, waarbij bijvoorbeeld ook front-end developers zelfs in marketingafdelingen werkt. Ja. Nou, natuurlijk ook de product, innovatie. Dat zijn natuurlijk echt van die raakvlakken veel met marketing. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe heb jij dat georganiseerd? Innovatie daarvan zeg ik altijd, daar moeten marketeers bij betrokken zijn. Maar dat hoeft niet, wat mij betreft, een onderdeel van marketing te zijn. Omdat ik denk dat marketing toch ook dagelijks heel veel toegevoegde waarde kan leveren in het optimaliseren van klantervaringen. Dus ik vind het altijd leuk als marketeers wel betrokken zijn bij innovaties. Maar ik denk dat het wat effectiever is om echt innovatie een beetje losser te zetten van de dagdagelijkse operatie. Dus daarmee hebben we in die zin iets van een, noem maar even, functionele verbinding. Of in ieder geval inhoudelijke verbinding. En je tweede vraag was innovatie en product. Ja, en verder is het denk ik het allerbelangrijkste dat, UX, front-end developers. Ja. Binnen Rabobank hebben we een hele sterke design discipline in huis. Met hele goede mensen.
En marketing en design trekken eigenlijk altijd op als broer en zus als het gaat om het creëren van UX en CX, inclusief frontend verbeteringen of aanpassingen of projecten of wat dan ook. En ook daar vind ik het belangrijk. Ja. Zoiets is niet het exclusieve domein van marketing. Maar marketing moet daar een eigen stukje inspiratie aan kunnen geven. En zo werken ze allemaal. Dus ik probeer alle dingen die echt met dagelijkse runnen van de business te maken hebben en het dagelijks veranderen van de business, om die zoveel mogelijk binnen die cross-functionele afdeling ook te laten plaatsvinden. En dingen die echt nieuw zijn en aan de randen, om daar op een hele coöperatieve manier aan samen te werken. Ja, helder. Ja, past natuurlijk ook heel goed in jullie origine, je genen, zeg maar, als een coöperatieve organisatie. Dat is mooi om te horen. En hoeveel mensen werken er precies in de marketingfunctie nu? Ja, ik zou zeggen in de groepsorganisatie, dus zeg maar op landelijk niveau, iets van 100. Die zoveel mogelijk in open verbinding staan met afdelingen als bijvoorbeeld design, maar ook met de teams die ook lokaal nog aan communicatie een stukje marktbewerking doen. Ja. Maar noem maar even groepsorganisatie 100. Oké. Er is sowieso ontzettend veel gaande in de financiële wereld. Ik ben eventjes heel benieuwd, ik wil wat grotere thema's die nu spelen. Gewoon eens eventjes jouw feedback horen als marketeer, vooral wat het betekent voor je merk en in de relatie tot jullie klanten en ook de groei van de organisatie. Ja. Nou, je stipte net al aan dat duurzaamheid natuurlijk en ook de rol die organisaties daarin nemen om dat ook te verbeteren. Mm-hmm. Dan heb ik het over CO2-uitstoot, duurzame gebouwen, bijvoorbeeld als thema's. Maar bijvoorbeeld ook de hele snelle overgang van banking bij kantoren nu naar alles online en vooral ook mobile-only. Mm-hmm. Anderzijds heb je natuurlijk ook gewoon heel veel economische volatiliteit en ook wel wat angst. De groei van inflatie natuurlijk nu. Dan heb je ook nog wel crypto en de manier waarop je als bank dat wel of niet zeg maar in je ecosysteem wil gaan faciliteren. Dus ik noem even een aantal hele grote thema's. Ja. Om je even gewoon ik ben even benieuwd van welk thema haak jij heel erg op aan of welk thema speelt heel erg bij jullie en willen jullie daar ook een duidelijk beeld thema kiezen om je daar verder mee te associëren en te ontwikkelen. Mooi, grote vraag, grote thema's ook, brede horizon. Nou, het eerste pak ik even in op crypto's. Onlangs hebben we ook een persbericht gedaan samen met het Nibud, volgens mij opgenomen, ook door de Telegraaf. Ik maak me heel erg zorgen over crypto's en van crypto's bij jongeren. Omdat crypto's, dat heeft eigenlijk niks met finance te maken. Hè. Dat is gewoon een vorm van speculatie. Dat deden we in 1672 met tulpenbollen en tegenwoordig doen we dat in een digitale manier. Ik maak me er zorgen over, omdat het als grote banken heel belangrijk vind dat er een goede vorm van financiële educatie plaatsvindt, met name ook voor jongeren, zodat zij zelf in staat zijn om naar de toekomst toe ook te zorgen voor een financieel gezond leven. En ik noem het maar even de kick-and-rush handel in crypto's. Die hoort er wat mij betreft niet bij. Het gaat veel meer om inzicht en overzicht in je geldzaken, leren sparen. Als je kan sparen, uiteindelijk natuurlijk ook weer beleggen en het liefst op een zo duurzaam mogelijke manier, bedoel ik niet zozeer milieuvriendelijk, maar wat mij betreft ook duurzaam in de tijd. En crypto's, daar maak ik me echt veel zorgen over. Ook omdat het erop lijkt dat je heel makkelijk rijk kan worden. En dat is nou eenmaal niet zo. Geld is niet gratis. En een vermogen opbouwen vereist een bepaalde vorm van vaardigheid en ook discipline. En die wordt met crypto's, denk ik, onvoldoende goed onder de aandacht gebracht. Daarbij vind ik dat crypto-spelers veel ruimte krijgen om mensen te benaderen. Waarbij een normale, ik noem maar even financiële dienstverleners, onder stevige regulering staan. Dat is overigens begrijpelijk dat dat zo is. Maar ik denk ook dat de overheid en toezichthouders zich ook veel meer bezig zouden moeten houden met crypto. Omdat daarin, denk ik, heel veel financiële drama's plaatsvinden. Mensen die met schulden uitstappen en voor hun leven lang toch onvoldoende goed kunnen meedraaien in de samenleving en een financieel gezond leven kunnen opbouwen. Dus daar maak ik me heel veel zorgen over. Niet voor niks dat we daar dus ook een onderzoek naar gedaan hebben.
Verder zie je. Mag ik er even op reageren, Dorcas? Want ik heb nog veel contact ook in de US, omdat ik natuurlijk daar zelf ook in de financiële sector heb gewerkt en ook binnen de blockchain en crypto space. Ja. Maar als je toch kijkt naar de returns, hè, van stel je bent in 2017 ingestapt met een paar bitcoin, dan heb je al zo'n beetje een rendement van 1600%. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die gewoon zeggen van joh, ik pak 5% van mijn net worth. En ik gooi dat in. Dat heeft dus de best performing asset class de afgelopen 4 jaar geweest. Ja. Dus ik begrijp wel een beetje waar jij op doelt wat betreft de volatiliteit met jonge mensen die dan het meer als een casino zien. Maar er is natuurlijk ook wel een andere groep mensen. En vooral zie ik het nu bij high net worth individuals, private offices, die echt zeggen van dit is nu een onderdeel van mijn investment hedge. Ook omdat je ziet dat de beurs heel volatiel is. En inflatie creept up. Er is natuurlijk enorm veel quantitative easing geweest de afgelopen 1,5 jaar. Als je het zeg maar vanuit die lens bekijkt, zie je dan ook een ruimte ervoor voor jullie om daar een rol in te spelen? Of zeg je van nee, dat is echt een hele andere tak van sport en daar blijven wij toch liever weg? Ja, ik vind het jammer dat het al asset class genoemd wordt. Want ik heb lang bij een belegger gewerkt, Robeco. En een asset class hoort onderliggende waarde te hebben. En bij Bitcoin en alle andere varianten zit geen onderliggende waarde onder. Dus ik heb daar ik zal mezelf geen bankier noemen, maar in ieder geval vanuit marketingperspectief, werkend voor een bank, heb ik daar echt wel heel veel moeite mee. Dat een high net worth individual zoiets doet, I don't care. Want ze hebben meer dan genoeg geld, dus verliezen ze wat. Who worries, hè? Daar zit geen worry in. En dat mensen dat doen, dat vind ik prima. Maar we hebben gewoon 3 miljoen particuliere huishoudens in Nederland, die hebben gewoon een gemiddeld inkomen. Voor die mensen is het gewoon is het jammer dat het een optie lijkt voor hit-and-run rendement, wat het in heel veel gevallen gewoon niet is. En al zou het zijn, dan is er geen enkele, zoals altijd met elk rendement, maar in ieder geval daar überhaupt geen garantie dat dat in de toekomst ook echt iets gaat zijn. Dus ik heb daar heel veel moeite mee. Ik vind het echt speculatie. En als je een deel van je vermogen wil gebruiken om te speculeren, moet je dat zeker doen. Maar voor mensen die modaal of 2 keer modaal inkomen hebben, is het aanleren van speculatief gedrag gewoon, denk ik, niet uiteindelijk niet in hun belang. Misschien wel hun behoefte, dan komt hij weer. Maar ik denk niet in hun belang. En zonder nou daar een beetje patronerend over te komen, denk dat er ook genoeg zijn die daar wat van vinden. Dat is weer iets wat er vaak gebeurt, hè. Trickle-down strategy. Is mensen met gemiddelde inkomens, die spiegelen zich aan wat de grootte der aarde doen. Dat de grootte der aarde flinke aandelenpakketten ook 5% in crypto stoppen. Ja, dat snap ik heel goed. Want dat is gewoon die kunnen ook speculeren, maar dat is niet gedrag wat we moeten projecteren op de gemiddelde Nederlander. Ja, helder, helder. En als we kijken naar de andere grote thema's die we net eventjes op tafel legden. Hè? Bijvoorbeeld de rol van de organisatie in het verbeteren van duurzaamheid. Mm-hmm. Hebben jullie daar ook een bepaald programma op? Of hebben jullie daar een bepaalde positie in die je vanuit je merk wilt uitdragen? Ja, ik denk dat wij van oudsher überhaupt veel verbinding hebben met, ik noem maar even, maatschappelijke impact die we maken als bank. En dat kan op het gebied van duurzaamheid zijn, maar ik vind duurzaamheid in die zin ook wellicht nog een te beperkt thema. Duurzaamheid is één van de thema's. Ja, daar zetten we volop in als het gaat om duurzaam wonen. Daarin hebben wij afgelopen jaar waanzinnig veel geïnvesteerd, omdat het voor ons, wij het belangrijk vinden vanuit het belang van de klant, maar in het belang van de bank, om het woningbestand in Nederland te verduurzamen en daarmee ook als bank zelf een enorme slinger te geven aan de energietransitie die we natuurlijk moeten doen. Wij zijn ook vol bezig met duurzaamheid als het gaat om voedsel, denking van food en het verduurzamen van de voedselketen. We hebben onder leiding van Barbara Baarsma de Rabo Carbon Bank, die bezig om CO2-footprints over voedselketens en misschien nog wel veel verder straks ook op een goede manier te compenseren. En we zetten vol in ook op allerlei duurzame vormen van ondernemen, omdat het natuurlijk goed is in het kader van duurzaamheid, maar ook omdat we weten dat de meest winstgevende businessmodellen naar de toekomst toe de businessmodellen zijn die leunen op een stuk duurzaamheid, omdat we zien dat dat veel appetite heeft in de samenleving en dat er met name ook heel veel druk is vanuit stakeholders om die transitie te maken, of het nu het akkoord van Parijs is of allerlei aspecten die daar spelen. Dus ik vind duurzaamheid een te beperkt thema, maar het maken van het leven van een positieve bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling van in dit geval Nederland, is wel iets wat wij als coöperatieve bank heel graag doen. Daarvoor hebben we eigenlijk 5 thema's die we continu laten terugkomen. Het financieel gezond leven, en vandaar dat ik net even aansloeg op dat crypto verhaal. Mm-hmm. Waarbij we proberen om
kwart van de huishoudens in Nederland te leren om naar de toekomst toe beter te worden in het opbouwen van individueel vermogen. Dat zijn Amerikanen bijvoorbeeld heel gewend, maar Nederlanders wat minder, want die waren voorheen natuurlijk gewoon inwoner van een, ja, noem het maar even een welvaartsstaat, hè, die, waarbij de overheid voor alles zorgde. Tweede thema is duurzaam wonen, ja. Dat heb ik net enkel aangeraakt. Derde thema is de energietransitie. Dat heeft niet alleen met wonen te maken, maar met allerlei andere aspecten. Elektrificatie bijvoorbeeld van ook grote vloten van auto's, mobiliteit, vrachtwagens, bestelbusjes enzovoorts. Duurzaam ondernemen en als laatste banking for food, wat we natuurlijk eigenlijk wereldwijd doen. Hoe bouw jij een topmarketingteam? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten? Met HelloMaas is er nu een nieuwe manier om een topmarketingteam te organiseren. Ontdek het Flexteam. Alleen betrouwbare freelancers met duidelijk resultaat voor een transparante prijs. En alleen wanneer jij dat nodig hebt. Maak je marketingteam agile, slim en haal specialistische kennis van buiten naar binnen. Nu met meer dan 75 marketing skills on demand. Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven werken al met het Flexteam van HelloMaas. Ga naar hellomaas.com/flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. Ja, ja, interessant. Ja, want hoe doen jullie dat? Want jullie zijn natuurlijk van origine een coöperatieve organisatie met een ledenstructuur, als ik het goed herinner. Dat kan je natuurlijk ook heel mooi als concept gebruiken binnen het onderzoeken binnen je doelgroep. Hoe sta je in verbinding met je doelgroep? En hoe kom je achter wat de vraag achter de vraag is? Nou, van origine zijn we, wat je zegt, we zijn al meer dan 125 jaar een coöperatieve bank. Hè. Nu zijn van een coöperatie wordt steeds moderner. Hè. Dus je ziet allerlei andere banken zich nu ook in één keer als coöperatie positioneren. Maar wij doen dat al meer dan 100 jaar. En die zijn dus een authentieke claim die heel goed past bij Rabobank. Daar zit natuurlijk een bepaalde governance-achtige aspecten aan. Hè. Dus dat laat ik even buiten beschouwing. Maar leden zijn de facto de baas van onze bank, dus niet aandeelhouders. En leden kunnen ook besluiten over het toekennen van coöperatief dividend aan allerlei aspecten in de samenleving. En daarmee ben je als bank, als klant van een bank, als Rabobank, dus een totaal ben je anders bezig met financiële diensten dan als klant van ING en ABN AMRO, waar jouw rendement uiteindelijk naar de aandeelhouders gaat, of in ABN AMRO's geval in ieder geval ook naar de staat, maar dus niet naar maatschappelijke initiatieven, zoals wij in ieder geval een deel doen. Dus dat is het lidmaatschapsaspect en wat we eigenlijk steeds meer gaan doen. En daarom zijn we ook een anderhalf jaar geleden ook echt begonnen met een campagne die als payoff heeft, de coöperatieve Rabobank, is dat wij steeds meer eigenlijk leden willen faciliteren bij het maken van maatschappelijke impact in hun omgeving. Want eigenlijk dat klanten steeds vaker dingen willen hebben die goed zijn voor hunzelf, maar ook goed zijn voor de wereld heen. En die verbinding proberen we als Rabobank steeds meer te maken. Hè. De collectiviteit ook als doel neer te zetten, zonder dat het nu meteen heel ver weg is of heel groot. Maar het kan dus ook heel dichtbij zijn. En nou, de eerste lood aan de tak is daar de clubsupportcampagne die we natuurlijk hebben gedaan, waarbij mensen, verenigingen, stichtingen, sportverenigingen, wat dan ook, in hun omgeving kunnen nomineren om een stukje financiële bijdrage te krijgen van Rabobank. Waarbij we ook proberen om de verenigingen zelf ook nog een stukje sterker te maken. Dus niet alleen de check langs te brengen, maar ook de vereniging zelf wat sterker te maken en een betere staat om zichzelf voorzienend naar de toekomst toe in zijn bestaan te voorzien. Omdat we ook weten dat verenigingen heel belangrijk zijn weer in de samenleving, de Nederlandse samenleving, het collectieve stuk daarbinnen. Dus ik denk dat de coöperatieve Rabobank en de tijdsgeest, dat die ook weer echt op een mooie manier bij elkaar komen. En dat we daar eigenlijk ook volop inzetten, met name door onze leden, waar we eigenlijk onze klanten de mogelijkheid te bieden om ook lid te worden. En als je lid bent van Rabobank, dan kun je ook meebesluiten en meedoen om de impact van de Rabobank in je omgeving zelf te vergroten. Ja, helder, helder. Mooi. Kun je iets dieper ingaan op het verschil tussen jullie marktbewerking in het B2B-segment versus het B2C-segment? Ja, ik, B2C is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, het begint steeds meer op elkaar te lijken. Omdat het B2B-segment, en dan pak ik even, ik noem het even met name het MKB-segment, wat in Nederland, hè, 700.000 klanten voor ons zijn.
Dat is natuurlijk een hele grote groep. En de manier van marktbewerking begint steeds meer op elkaar te lijken. Inhoud is natuurlijk totaal anders. Hè. Dus de way of working is vergelijkbaar. Maar de inhoud, wat erin gedaan, de programmering van alle activiteiten is wezenlijk anders. Ja, als je dan naar high-end B2B gaat, institutional marketing. Ja, daar gaat het natuurlijk anders. Hè. Daar is bijvoorbeeld de innovatieve kracht van onze bank een veel belangrijker onderdeel. En het feit dat je door de hele waardeketen partners aan elkaar kan knopen. Maar dat is meer bedrijfsstrategie dan marketing. Voor zover ik kan overzien, vanuit mijn rol binnen Retail NL, binnen Retail Nederland, ja, is het voor zowel bedrijven als particulieren steeds meer vergelijkbaar. Hè, waarbij we ook bij bedrijven proberen te acteren vanuit klantbelang, niet alleen vanuit klantbehoeften. En continu de verbinding proberen te maken tussen het belang van in dit geval de ondernemer en de omgeving om me heen. En dat geldt ook voor de particuliere klant. Ja, helder, helder. Hey, en natuurlijk een groot onderdeel binnen efficiënte marketingorganisatie is natuurlijk het inzetten van tools, data. Waardoor je dus bijvoorbeeld ook hypergepersonaliseerd at scale kan communiceren. Jullie, als ik het goed heb gelezen in de research, sturen meer dan 350 miljoen berichten naar consumenten per jaar. Ja. Dus hoe organiseren jullie die één-op-één marketing? Ja. En welke KPI's staan daar centraal? Ja. De allerbelangrijkste KPI, en dat zorgt het algoritme zelf voor dat doet, is natuurlijk relevantie. Want als het niet relevant is, dan zijn die 350 miljoen berichten worden gepercipieerd als spam. Of in dit geval, als je het ook nog verkeerd doet, bijna zelfs als phishing. Dus die 350 miljoen berichten zijn eigenlijk verspreid over een tal van digitale kanalen. Zoals e-mail, maar bijvoorbeeld ook de website. En natuurlijk whooshes, dus berichten in onze app. Die 2,5 miljoen keer per dag wordt bezocht op dit moment. En meer dan 100 miljoen unieke bezoekers of zo per jaar heeft dat gehad. Dat zijn hele grote getallen. En daaromheen zit eigenlijk een digitale marketing foundation. Waar wij heel erg sturen op het zoveel mogelijk klaar hebben staan van, ja, ik noem het altijd maar offers, die wij één op één kunnen uitserveren op het moment dat klanten op basis van dataprofielen, die we natuurlijk vooral in generieke zin doen, hè, dat is niet allemaal één op één, maar in generieke zin, op basis van voorspelmodellen en dataprofielen zien van, oh, deze groep klanten, die is wellicht geholpen met dit bericht. En even voor de goede orde, dat zijn niet altijd commerciële berichten. Van die 350 miljoen is meer dan de helft, ik denk zelfs wel 2/3, zijn het zogenaamde serviceberichten. Om klanten te helpen om makkelijke zaken te doen met ons, of om hen te wijzen op iets wat het bedienen van de app makkelijker maakt, of wat dan ook. Dat is omdat ik het belangrijk vind dat wij in een continue dialoog met onze klant zijn. Hè. Dat heet dan een mooie consultietermen conversational banking. Hè. Nou, daar zijn allerlei, daar zullen denk ik wat mij betreft veel toekomstige ontwikkelingen op te zien zijn. Dus het is niet zoals, ik noem maar even de oude digitale marketing, het pushen van zoveel mogelijk berichten naar je eigen base. Daar krijgen we natuurlijk ook makkelijk feedback op. Maar echt met name het relevant interacteren met klanten op het moment dat het voor hun heel erg belangrijk is. Ja, en dat gaat bijna altijd over dienstverlening. En daar waar het kan natuurlijk ook een keer, als we denken van, nou, dit product is nu heel interessant voor jou. Je gaat op vakantie, heb je al gedacht aan je doorlopende reisverzekering. Of je bent al een tijdje aan het sparen. Moet je ze nu langzamerhand gaan denken over het instappen in Rabobank weer beleggen. Ja, dan komen dat soort natuurlijk productberichten ook langs. Dat organiseren we door eigenlijk de competenties van marketing, van IT, of dat noemen wij in dit geval Digital Customer Processes, en van data en analytics, om die op een goede manier aan elkaar te verbinden. Dat noemen wij het business team, wat kijkt naar digitale marketing en infrastructuur. Waarbij marketeers met name natuurlijk getraind moeten zijn in het prioriteren van boodschappen, in het ook het juist formuleren van die offers die ook één op één kunnen worden uitgeserveerd. En dat is natuurlijk wel zo langzamerhand een complex verhaal. Hè? Want je hebt natuurlijk de klant, het kanaal en het moment, plus nog het product. Dus eigenlijk een vierdimensionale vergelijking die je moet gaan optuigen. Waarbij je die op allerlei manieren natuurlijk uitserveert richting 8 miljoen klanten. Dus dat is toch wel, als je daar een visuele vormgeving van maakt, een steeds complexer deel. Maar wel tegelijkertijd een steeds belangrijker deel van de marketingopdracht. Ja, helder. En jullie werken ook met tribes, hè? Dus dat je cross-functioneel mensen in elkaar, bij elkaar laat werken over product en techniek en marketing heen? Ja, we werken in tribes en in squads. En in squads zitten natuurlijk, binnen een tribe zitten verschillende disciplines die proberen om een bepaalde opdracht in
2 wekelijks ritme uiteindelijk op te leveren. En al die opdrachten van de verschillende tribes, die moeten dan natuurlijk corresponderen met de doelstellingen van de tribe. En ook in het verlengde liggen van de targets die marketing in dit geval. Ik wil even doorpakken op het marketingteam. We hebben net al even gesproken over het opereren in squads en teams en cross-functionele organisaties. Wij doen deze podcast ook samen met Frank Watching. Daar publiceren we altijd even een poll vooraf aan de opname om te vragen wat de kijkers en lezers bij Frank Watching graag willen horen. En die zijn heel geïnteresseerd in hoe je eigenlijk het marketingteam en de werkwijze heb georganiseerd. En vooral ook even richting de skills en de competenties. Hè? Want de lifetime value de skill value is natuurlijk snel aan verandering onderhevig in marketing. Ja. Dus ik ben even benieuwd. Je had het net al over die academy om in-house te opereren. Ja. Maar gewoon even in brede zin van, is jullie aanpak om alles te in-housen? Hè, wat je bijvoorbeeld bij, wij hadden de CMO van bol.com eerder dit jaar in onze podcast. Ja. Die heeft een enorm team van meer dan 350 mensen. Terwijl Mastercard, daar hadden we ook de CMO dit jaar. Ja. Ja, die heeft een marketingteam van 3 mensen. Dus wat is een beetje jouw kijk, zeg maar, op de ideale marketingorganisatie om heel dynamisch te kunnen opereren in dit snel veranderende landschap? Ja, ik vind eigenlijk dat alle kerncompetenties die marketing nodig heeft, dat je die echt in huis moet hebben. Mm-hmm. Kerncompetenties gaan op het gebied van digitale marketing, content marketing, echt generiek marketing management, gericht op het optimaliseren van customer lifetime value. Dus echte generieke marketingcompetenties moeten echt in huis zijn. Daar moet ook een heel strak opleidingsprogramma op zitten, bijna zo à la Ajax. Zodat iedereen eigenlijk hetzelfde spel speelt en het niet uitmaakt of een marketeer bij private banking aan de slag is. Of voor een product als hypotheken, of voor starters, ZZP'ers. Of misschien voor een leasing funnel. Dat moet eigenlijk altijd hetzelfde zijn. Vandaar ook die aandacht voor de academy. Alles wat niet echt te maken heeft met generieke marketingcompetenties, daarvan maken we eigenlijk altijd de call of we dat insourcen of juist outsourcen. Dus insourcen is een flexibele skill in huis halen van experts. Outsourcen is het echt buiten de banken neerleggen. En in die zin hebben we eigenlijk een hybride model. Strakke, hele strak geregistreerde cel met mensen die kerncompetenties in huis hebben. Kijken welke flexibele skill we in huis nodig hebben om bepaalde efforts of een bepaalde ontwikkelslagen te doen. Wat zijn werkzaamheden die we beter buiten kunnen doen, omdat ze of niet tot een kerncompetentie horen, of omdat er zo verschrikkelijk veel ontwikkelingen op zitten, dat we het überhaupt buiten moeten doen, omdat het onmogelijk is om dat van binnen bij te halen. Dat is denk ik een beetje het hybride model waarin wij werken. Waarbij we proberen om ook echt zoveel mogelijk loopbaanpaden voor marketeers intern ook te faciliteren. Ik zou het heel erg leuk vinden, eigenlijk in de toekomst, dat gebeurt nog heel weinig. Maar dat marketing, dat organisaties die op een bepaald volwassenheidsniveau acteren, marketeers aan elkaar zouden uitleggen. Ik zou het wel heel mooi vinden als marketeers een tijdje bij gewerkt zouden hebben, voordat ze weer terugkomen bij de Rabobank of vice versa. Dan zie ik heel veel toegevoegde waarde in. Omdat het verrijken van de marketingblik wel heel belangrijk is. Kun je zeggen, dat doe je door mensen van buiten binnen te halen. Dat doen we ook. Maar ik vind ook mensen die al een tijdje in hun bank acteren, dat die op een gegeven moment toch weer over de horizon moeten kijken. En daar kan het insourcen en het outsourcen van werk ook bij helpen. Het is een mooi model. Ja, ik heb toen ik zelf een marketingteam bij JP Morgan in New York leidde, hadden we ook een kantoor aan een team in San Francisco. Daar deden wij, zeg maar, alle relaties met LinkedIn en met Facebook en Google. En wat we dus ook vaak deden, is dat ons team gewoon daar zat. En daar dus aan bepaalde first- en third-party integratieprogramma's bijvoorbeeld werkte. Maar dan krijg je natuurlijk ook gewoon qua cultuur krijg je een heel ander gevoel mee. Wat ook weer, vooral ook wat betreft motivatie, maar ook de way of working, heel inspirerend was. Dus een mooi model. Ja, ik heb het hier in Nederland nog niet gezien. Een goed initiatief. Daar moeten we eens verder over nadenken met een paar andere CMO's. Ik denk dat dat heel, heel goed is. Zeker als je mensen kan vinden, CMO's, die allemaal hetzelfde, een beetje, wat maar in marketing een beetje hetzelfde volwassenheidsniveau heeft. Hè? Want dan kan je ook heel makkelijk daarop instappen.
En die loopbaanpaden die we echt hebben, die gaan ook door de teams heen. Dus wij vinden het ook belangrijk dat mensen niet jarenlang in private banking blijven werken of voor financieringen bedrijven, maar dat ze dus ook echt na 2, 3 jaar ook echt weer een andere job oppakken en in principe een andere uitdaging krijgen, nog steeds binnen dezelfde organisatorische context. En daar sturen we heel veel op. Hè. Dus ik heb een keer een podcast gehad, dit is misschien bijna een beetje de Ajax-school. Nou, ik ben geen fan van Ajax, maar wat mij betreft niet de zaken, maar het is wel echt die filosofie. Ik vind dat de organisatie eigenlijk ook verplicht is om zijn eigen marketeers op te leiden. Nou, ik ben als CMO van buiten gekomen, maar ik vind dat de eerstvolgende CMO van Rabobank, die moet echt van binnen komen. Mm-hmm. Helder. Dat gewoon gedaan. Hè? Dus ik denk, vroeger moest een CMO misschien veel meer nog op uitvoering en zo kijken. Ik denk, naarmate marketing steeds complexer wordt en steeds belangrijker wordt, is het zetten en transformeren van organisaties, opleiden van mensen met een bepaalde visie, wordt steeds belangrijker als taakonderdeel van een chief marketing officer. En ik vind zo ik zou heel graag een office hebben in San Francisco of zoiets, want dat is precies wat ik bedoel. Ook omdat het ervoor zorgt dat die verfrissing ook in zo'n team komt, hè, Louise? Dat zal bij jou ook geweest zijn toen. Ja, absoluut. Ja, en het heeft ook te maken met het aantrekkelijk zijn als werkgever. Want je merkt gewoon, en dat zie je hier ook heel sterk, dat is natuurlijk een enorme war on talent. Ja. Er zijn een hoop mensen die ervoor kiezen om in marketing en product om freelance te werken. Dus die flexibele laagconcept waar jij het over hebt. Nou ja, daar spelen wij als HelloMaaS natuurlijk heel erg in. En groeien daar ook hard in bij grote organisaties om dat gewoon turnkey te faciliteren. Ja. Maar wat je ook ziet is dat je moet ook echt iets extra's bieden voor employees om in huis te werken. En in de vorige podcast met de CCO van Vodafone Ziggo hebben we daar ook veel over gesproken. En die zijn ook met een vergelijkbaar in-house academy bezig. Dus dat is denk ik een hele mooie trend die je ziet. Maar ik denk de next level wat jij schetst, om dan toch ook die nieuwsgierigheid van hoe doen ze het elders. En vooral ook naar hoe werkt zo'n cultuur, hoe werkt niet zozeer misschien qua skillset ontwikkeling, maar meer wat betreft hoe werk ik efficiënt samen in zo'n snel veranderende landschap. Ik denk dat je daar heel veel kan leren door gewoon buiten de deur met andere mensen, andere vakgenoten samen te werken. Ik heb wel eens de ambitie, marketeers zouden eigenlijk voor Rabo moeten willen werken, omdat ze daar de beste opleiding krijgen voor marketing in dienstverlenende sectoren. Als je bij ons 5 jaar gewerkt hebt, dan ben je, als het gaat om marketing van diensten, dan is niks meer nieuw voor je. Dus dat is ook wel echt de ambitie die we daar neerleggen. We hebben bijvoorbeeld onze eigen academy manager heeft onlangs, ik geloof zo'n beetje 10 collega's begeleid bij het afronden van een NIMA-C opleiding. Dat doen we allemaal in huis. Dus dat stimuleren wij, maken we afspraken voor, krijgen we afstudeeropdrachten voor. Dus het hebben van een academy zelf is vaak ook nog een soort, maar wij leven en wij ademen ook echt die academy door de hele wezen van de bank heen. We zijn zelf bezig met een initiatief om binnenkort 3000 professionals, collega's van ons binnen operations, om die te trainen in klantgedrag. Nou, dan gaat het echt over een schaal waarin je marketing flavors of een marketing competence ook door de hele organisatie heen gaat verweven. Ja, steeds belangrijker natuurlijk, hè? Ja, want daar zie je natuurlijk ook weer de convergentie van hoe doe je je Twitter care bijvoorbeeld, hè? Wat typisch zo'n onderwerp is, wat natuurlijk tussen service en marketing inzet. Ja, en daar is dan moet je die marketingcompetenties natuurlijk ook trainen. Ja. Hey, ik wil nog eventjes kort doorpakken op die flexibele laag waar je het over had. Want kun je eens wat voorbeelden geven over skills of vaardigheden of juist ervaringen die je heel graag ziet in zo'n flexibele laag? En hoe organiseer je dat dan? Ja, daar zitten, ik denk, een drietal skills die we daar vaak uithalen. Dat is propositiedesign. En dus werken naar een customer value proposition. Waar externe skills en externe visie soms toch het interne denken net een stapje verder helpt. Het tweede is het uitbouwen, managen en het continu challengen van onze digitale marketing foundation. Want daar moeten we natuurlijk continu op uitgedaagd worden om extra stappen te zetten.
Dus daar, zit ook, daar wordt ook echt met partners gewerkt om te kijken of we ja, echt nog een beetje voldoen aan de huidige standaarden. Nou, zal je zien dat de telefoon gaat. Ja. Ik zal even de telefoon afzetten, denk ik. Hè? Ja, helemaal goed. Sorry hoor. Moeten we even uit. Geen probleem. Ja, dan doen we het even over een stukje. Oké, dan doen we het even over de drie competenties die we in de externe skill vooral opbouwen, Louise, zijn allereerst de propositiedesign. Het echt werken aan de customer value proposition. Daarvan is externe, ja, dat is gewoon leuk om extern perspectief daarbij te halen. En ook om de, nou, ik noem het toch vaak overtuiging en conventies intern op een goede manier te challengen. Tweede wat we veel van buiten binnenhalen is op allerlei aspecten binnen onze digitale marketingcompetentie om daar scherp te blijven. Doen we nog goed op remarketing, doen we nog goed op. Nou, noem alle verschillende onderdelen maar op die daar zijn. Is onze infrastructuur nog up-to-date? Klopt onze architectuur nog? Ons landschap nog? Zijn, hebben we de juiste systemen in huis? Enzovoort. En het derde waar we het veel op doen is toch op, ik noem het maar een beetje, intelligentie van activatie. Hè? Dus marketeers intern vergeten vaak hun eigen sterke kracht. Komt ons merk, ons merkgedachte, onze merkfilosofie, komt die op alle plekken ook wel terug. En dan is het soms ook wel leuk om daar eens een externe naar te laten kijken en mee te laten draaien. Omdat die vaak nog veel sterke kanten van een bank, of van ons in dit geval, zien dan de manier dat dagelijks in acteert. Ja, ja, nou mooi om te horen, Dorcas. Ja, het doet me heel erg denken aan wat ik bij Google altijd hoorde van the best people don't work for Google. Dat is natuurlijk een bold statement om te maken als je Google bent. Maar ik hoor heel erg in jouw antwoorden ook dat je van buiten naar binnen heel erg omarmt. Om gewoon dat eigenlijk te zorgen als een accelerator, maar ook een frisse blik. Ja. Maar gewoon ook you don't know what you don't know. Om heel erg eigenlijk vanuit een coöperatieve inslag, zeg maar ook je marketingmachine tot een hoger niveau te brengen. Ja. Dus dank je wel voor al je inzichten daarin. Als laatste vragen wij eigenlijk altijd, omdat we veel ook jonge, ambitieuze marketeers als luisteraars hebben. Ja. Stel, jij bent weer 20, 25. En wat voor een advies zou je jezelf hebben gegeven of de luisteraars die in die leeftijdscategorie zitten om een goede, solide carrière perspectief te hebben als marketeer? Oh, ja, ik zeg altijd maar, ik zou mezelf met de competenties die ik destijds had nooit aangenomen hebben als marketeer. Want ik ben een ouderwetse advertising jongen. Hè, dus ik ben begonnen in de reclamekant van het vak. Dat je nog gewoon vieren, een lente, een zomer, een herfst en een wintercampagne, schreef je een brief in, zocht je een productje bij en dan je leuk creatief idee, vloog je nog uit Afrika en voor je het weet had je een campagne. Dat is precies. Dat is wat ik deed. 25 jaar later is marketing eigenlijk bijna een door IT gedreven vak geworden waar digitalisering waanzinnig heeft toegeslagen. Ik denk dat het een veel mooier vak geworden is omdat de verbinding tussen resultaat, impact en marketingactie steeds tastbaarder wordt. Waarbij ik tegelijkertijd denk dat de relevantie van een merk en ook above the line advertising alleen maar toegenomen is door digitalisering. Ik denk dat daar wel wat misrekeningen plaatsgevonden hebben. Hè. Mensen die namelijk doen vertrouwen van alles digital en digital hebben één op één onze return on investment. Maar ook in digitale kanalen moeten mensen gestuurd worden door hun brein. En voorkeuren in het brein sturen ook digitaal. Dus vandaar mijn focus op merken. En die zullen naar de toekomst toe ook heel belangrijk zijn. De drie grote skills die ik mezelf zou aanleren of die ik mezelf zou toewensen als ik zou mogen solliciteren bij, noem maar even Hello Maas of waar dan ook, is dat ik veel meer van data af zou weten. Ik denk data niet zozeer het technisch vergaren van data, maar hoe kan je data gebruiken om verrassende inzichten te destilleren. Ik denk dat de capability is die voor marketeers in de toekomst toe heel belangrijk is. Tweede capability die alle marketeers nodig hebben, hè, dat is misschien een wat harde capability. Tweede capability is die marketeers die een carrière willen maken nodig gaan hebben, is creativiteit. En dan niet creativiteit in de traditionele zin van ik kan een leuke zin schrijven of een mooi plaatje maken, maar echt creativiteit in denken. Dingen echt kunnen opdenken en trends in de maatschappij op een bepaalde manier kunnen spiegelen, zodat ze relevant worden voor klanten en misschien voor het bedrijf. Hè, ook om zowel vanuit klantbehoefte als klantbelang te kunnen denken. En het derde aspect wat ik als marketeer mezelf zou wensen, is echt een heel grote interesse in het verdienmodel van het bedrijf waarvoor je werkt. Ik denk dat marketeers in het verleden te veel aan de rand van het bedrijf hebben gestaan en niet goed begrepen hoe een bedrijf echt werkt. Natuurlijk hele mooie voorbeelden van waanzinnige toonaangevende marketeers als Tex Gunning, die iedereen 2 dagen lang stuurde bij een huishouden om te kijken hoe de koelkast eruit zat. Nou, dat zijn aspecten
waarvan ik altijd vind, marketeers moeten midden in de business staan. Dus marketeers moeten weten, in mijn geval, hoe een hypotheekproduct eruit ziet. Marketeers moeten weten hoe het werkt om geld te besparen. Marketeers moeten weten wat het rendement op beleggingen is, et cetera. Dus dat laatste vind ik ook heel belangrijk. Dus echt data, hoe werken data, hoe kun je er patronen uithalen, enzovoort. Tweede is creativiteit, creativiteit van denken. Dus een ander niveau dan uitvoerende creativiteit. Dat kan je inkopen, uitvoerende creativiteit. Ja. En het derde aspect is echt verbinding met het verdienmodel van de business. Want als je dat goed begrijpt, kan je kijken naar klant en ook maatschappelijke impact om je op een goede manier te optimaliseren. Ja, waanzinnig. Nou, we konden deze podcast denk ik niet beter afsluiten met drie hele mooie pilaren waarop je een hele succesvolle marketingcarrière kan bouwen. Dankjewel Dorcas voor al je inzichten. Ik wil je veel succes wensen in 2022. Ja, nog een tipje voor de sluier, wat jullie gaan doen, campagnematig, thematisch, dat je alvast wilt delen? Oh, we gaan begin januari live met een hele mooie campagne over wonen, waarin denk ik ook mooi de coöperatieve Rabobank laat zien dat wij ook echt weer op belangrijke maatschappelijke thema's stappen vooruit zetten. Die goed zijn voor onze klanten en goed voor de wereld om onze klanten heen. Nou, hartstikke mooi. We zullen het zeker zien. Ja. Dankjewel en alvast al het beste voor 2022. Ja, ook Louise. Dankjewel.